Ja, ik ga weer dood waarschijnlijk, dames en heren. Ik ga 100% dood. Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een gloednieuwe Far Cry Primal episode. Ja, ik speel zoals jullie weten al een tijdje de hele storyline. En we gaan vandaag gewoon weer lekker verder. Ik zou zeggen, laten we de game induiken en laten we gelijk weer even het filmpje kijken. Wat dus een korte samenvatting is van wat we in de vorige episode hebben gedaan. Ook al is die laatste tijd wel even hetzelfde, maar we gaan het zien. Guarpeti pacharis. Njayi. Baldi yiguarish. Ma ul udams winja waita waika. Hawaija salwa. Takar palhur. Winja laja daus. Nou, het verhaaltje. Ik heb een beetje het gevoel alsof het verhaaltje niet meer verandert. Want dit is echt al het verhaaltje van de afgelopen 6 episodes of zo. Maar ja, wie weet dat ooit weer een keer veranderd, weet je. Dus we blijven het gewoon kijken en het is toch wel een beetje weer een opfrissing van... Oh ja, Far Cry Primal, oh ja, dit en dat, weet je wel. Dus ja, gewoon weer een kwestie van Venja's terughalen om ons dorp sterker te maken. Maar dat is het al de afgelopen 6 episodes dus. In ieder geval, ik heb hele goede tips gekregen van jullie. Van jullie hele toffe kijkers in de vorige episode van Far Cry Primal. Jullie zijn namelijk, richt je ook op het upgraden van je wapens. Kijk ook eens eventjes bij je vaardigheden wat je nog meer extra kan doen. Want ja, je wapens vooral dus is echt een heel groot punt waar ik echt even op moet letten. Verder zeiden jullie dus ook al, sabeltandtijger is het snelste dier. En ik weet even niet meer welk dier nou de sterkste was. Volgens mij was de sabeltandtijger, deed hij het meeste damage of zo, maar de beer die had het meeste HP. Dus die was die kon het meeste hebben. Dus dat heb ik dan toch wel liever, gewoon echt een tank. Als je snapt wat ik bedoel. Alrighty, ik ben in de grot van Takar gespand. Daar is de beestenmeester weer met een vraagteken. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet echt zin heb om weer een missie voor hem te doen, want ik weet waar het dan op neer gaat komen. Hé, Wenjai, hé. Oké, hallo. Wat moet u van mij? Hoi. Oh, jij was die nerd. Zij was die nerd die zei van... je kan toch niet die beer vangen. 2 seconden later had ik die beer gevangen. Ja, ik volg mama poten hier naartoe. Nu wist hij. Je doet nooit wat, joh, jij. En je wil ook nog eens onderdak hebben van mij. Nou, vooruit. Het is dat ik bij me heb. We gaan ze allemaal dansen en zo. Allemaal vreugde. Kijk, zie je? Woehoe! Ze allemaal dansen en zo. Nou, ik vind het prima, want ik krijg er dorpelingen bij. En zij is dus een of ander jager pro of zo. Een hele goede jager. Hier zie je, jagersvaardigheden krijg ik erbij. Een slinger, een grote boog. Kijk, dat bedoel ik. En dat heb ik nu dus allemaal gekregen, omdat ik voor haar een hutje heb gebouwd. En ik krijg een nieuwe dorpeling erbij. Hier nog wat vlees. Dank u. Daarom zijn ze dat vraagteken, maar dan weten we dus wat het is. Nou, we gaan wel even naar binnen. Ik ben benieuwd wat we nu krijgen of kunnen. Ze zit daar in een hoekje. Oh shit. Want daar have to fuck with us. Ja, gezien. Nou ja, die hebben we niet zien. Ja. Waar doe fuck we Sashwal Das? Graag over hem, zonder hoog zijn boven. Guspa Jal Dwyers. Koe, die fuck we Guspa Dwyers. Kwaida wanam. Nam jana kwaida shwana. Ah, mama fadi. Om die fuck we want dat is daish. Guspas. Barju hetchi hada. Ciao hisu chauda. Oeh, sa waida. Ik vind haar maar een raar wijf, om maar even zo te zeggen. What the fucking fuck. Ik vind jou echt heel raar.
Ik vind jou echt heel raar. Als ik je stoot kon geven, heb ik het gedaan. Nee, grapje. Oh, hier, wacht, hier ligt een buitzak. Juist. Hups, vlees keer 2. Dat bedoel ik. Die buitzakjes die hier liggen, moet ik ook gewoon oppakken. Voor het geval je afvraagt van, hey Roy, hoe de fuck weet je waar die liggen? Linksonder op mijn map, daar zie je van die zakjes liggen. Nou, verder zie ik niet heel veel. Alrighty, alrighty, alrighty. Hey. Haar kennen we echt al heel lang, waarvan ik haar naam nog steeds niet weet. I don't give a fuck. Oké, nou, we gaan dus maar even bij vaardigheden kijken. Want als het goed is, kan ik nu een betere boog maken. Bij maken, juist. Een boog. Ja. Verbetering. Ik kan hem verbeteren. Snel schieten. Ja, de verbetering. Je kan sneller schieten. Oké. Ik moet zonnesteen. Ik moet 6 zonnesteen hebben. Dan kan ik hem upgraden. Fuck. Oké, dan gaan we dat maar even doen. Zonnesteen, zonnesteen. Ik hoop dus maar dat wij hier nog eventjes wat in die buitzak hebben liggen. Wat zonnesteen, want ik ben niet van plan om daarna te gaan zoeken of zo. Huh, wat? Hier kon je eerst dat shit pakken, maar dat kan nu niet. What? Kan ik hier nou wat pakken? Ja, dit is een buitzak met noordelijk geel blad. Ja, daar heb ik niet zo heel veel aan. Fuck. Dus ik heb steen nodig om die boog te kunnen upgraden. Alright. Dat is kut. In dat geval kunnen we de boog niet upgraden, want ik heb het nu niet. En we moeten het dus blijkbaar zoeken, omdat het ook niet in die buitzak zit. Want daar zit alleen een groen blad in. Blijkbaar. Dus, beetje jammer. Maar goed, we zijn nu weer buiten. Oh, wacht. Deze boog is nu al groter geworden. Ja, hij is al groter geworden. Ah. Maar ik kan hem wel gewoon upgraden, zeg maar. Dan wordt hij nog chiller. Hey, Baloo, jongen, hoe is het? Ja, sowieso, alles goed is met Baloo. Baloo is echt mijn homie, jongen. Oh, je loopt allemaal beesten. Ja, loop maar gauw weg voordat ik jullie als vlees ga aanschouwen. Hé? Nee, grapje. Zo, pakken we dit even. Elsenhout, ook als we dat niet helemaal nodig hebben. Daar ligt nog een buit. Zo. Dit is van mij, ja? Ja, oké, dan is het goed. Waar ligt die buitzak van jullie? Oh, daar zo. Oh, rood blad. Ja, dat heb ik inderdaad niet nodig. Oké, Baloo, wij gaan weer op pad. Eerst gaan we nog even de vaardigheden kijken. Gedeeltelijk lege gezondheidsvakjes worden veel sneller automatisch opgevuld. Doet u mij dat maar. Verminder de herrie die je maakt tijdens lopen. Nou, dat hoeft niet echt. Hoeft ook niet echt. Hoeft ook niet echt. Oh, ja, die wil ik wel. Plus 1 gezondheidsvakje. Oké, het moet maar. Zo, nu heb ik 1 gezondheidsvakje erbij. Je loopt minder schade op als je van grote hoogte valt. Dat hoeft ook niet per se. Wat is dit? Oh ja, dit kende ik al, dat eliminatiegedoe. Nee, dan hoef ik verder niks. Dit is wel prima zo. Maken, kan ik nog leuke dingen maken? Ja, dat kan ik. Een dubbelhandige knots. Een slinger. Een grote boog, dit is hem. Cederhout, zwartsteen, klei, hut van Jaima. Ja, die heb ik al. Maar deze boog is sowieso veel beter dan die boog die ik nu heb. Maar wat is een slinger dan? De slinger slingert stenen en verder richt er meer schade mee aan. Oké. Nou ja, we kunnen het op zijn minst proberen, toch? Waar heb ik dat ding nu dan? Waar de fuck is dat ding nu dan? Hallo, ik heb dat ding gekocht. Waar is die nu dan? Oh, besturing. Hou een pijltje naar beneden. Kutte slinger. Zo. Ah. I get it. Dus als ik nou gewoon eventjes iemand voor zijn kop wil smijten. Dus het is wel kut dat je stil moet staan. Want je kan niet zeg maar lopen en slingeren tegelijk. Het wordt, tenminste, het kan waarschijnlijk wel, maar het wordt wel een beetje lastig. Maar goed, we gaan door. We nemen die kriek nog even mee. Oké. Alright. En dan gaan we nu
Weer naar de map. En weer even kijken wat we gaan doen. Hé, hey, wat was dat voor beest? Een holenleeuw. Zo. Nou, hier dus die sabeltandtijger, waarvan ik nog steeds twijfel of ik hem gewoon moet gaan temmen en hem gewoon die sabeltandtijger voortaan mee gaan lopen. Hier een missie van Syla. Zoek in de benengrot naar de verdwenen Wenya-jager. Dat lijkt me op zich wel vet. Kunnen we naar een snelreizen een punt? Hebben we daar een snelreispunt? Ja, op zich wel hebben die. Ja, die hebben we op zich wel in de buurt. Hier dan nog een hele vette missie volgens mij. Volgens mij was deze dat. Ja. Verover dit fort. Die is heel vet. Ja, ik denk dat ik die missie voor Syla ga doen. Dus dan gaan we even naar snel reizen. En dan pakken we Baloo. En voor je het weet ben je er dan. Dan ben je er super snel. Want dan ga je gewoon op Baloo reizen. En jullie weten allemaal inmiddels wel hoe snel Baloo is. Dat is echt niet normaal. Die gaat als een tierenlier. Dus, Baloo, komt u maar even hierheen. Tot in de beest naar... Oh, serious. Kom hier hebben. Oh, ik zie daar ergens een waypoint. Baloo, we gaan er gelijk op af. Er is daar wat aan de hand. Kunnen we met de... Zullen we het gewoon doen? Ja, we doen het gewoon. Niet al te lang nadenken. Als ik nu opgegeten word door zo'n vis, word ik helemaal gek. Wat is daar gaande? Ga eens aan land. Wacht, ik ga wel voor jou. Ah, ik zie het al. Er zitten jaguars achter hem aan. Holy shit. Eet hem maar op. Heel goed. Kaboom. En er is er nog eentje, denk ik. Die loopt hier. Ah, dat is weer zo'n jaguar. Oké, okay, ja. Als jullie hem dan gewoon met rust laten, Wenya's. Dan is er niks aan de hand. Oké. Okay? En als het goed is. Ja, oh. Oké, okay, met Baloo. Dames en heren, ik ben er nu pas achter gekomen hoe ik ook met Baloo kan aanvallen. Eindelijk. Ik ben erachter. Nou, laten we die beesten in ieder geval gaan fillen. Oh, wauw, die Wenya is ook dood gegaan. Oh, dat is wel zielig. Nou, vlees. Jaguar fillen. Ik weet niet wat ik er dan bij krijg. Zal ook wel goed zijn. Hier nog speel liggen. Nou, dus van, dat is van die Udam. Dan nemen we ook gewoon mee. Huppakee. Nice. Let's go. Oké. Okay, we gaan even een waypoint hier naartoe zetten. Naar Syla. Want. Of nou, naar de missie van Syla. Want blijkbaar is daar een en ander gaande. In die. Oh shit. Volgens mij werd ik daar aangevallen door een slang of zo. Ja, dat is allemaal. What the fuck? Ik viel niet eens aan. En Baloo het gewoon zoiets van. Oh, die jakhals is voor mij. Hup. Ze smekt hem zo aan de kant. En toen was hij in één keer vermoord. Hier, nog een keer. Hupsakee. Ik ben er nou eindelijk achter, dames en heren, hoe je met Baloo moet vechten. Kijk, zeg maar RT, dat is dit knopje hier. Daar, oh wacht, dat wil ik even meenemen. Cederhout. Of Elsenhout ook goed. Met je rechter stikje, daarmee sla je zelf. Dus daarmee geef je gewoon mappen met je knots. En met rechter stik indrukken, deze hier. Dan, oh, we hopen weer te houden. En jezus, kan mijn uitleg maar niet afmaken. En met rechter stick, dan sla je met Baloo. Dus dat is nou eindelijk een keertje hoe het. Ik weet nou eindelijk een keertje hoe dat werkt. Hier, dit is cederhout. Nice. Cederhout heb je ook echt voor heel veel shit nodig gewoon. Ja, inderdaad. Wat is dit een mooi bos, hé? Serieus, no joke. Dit is echt zo'n. Zo'n denbos. Een dennenbos. Snap je dat? Ja, snap je wel. Alright, de beenderengrot. Zoek in de beenderengrot naar de verdwenen Wenya-jager. Die gaan we accepteren. Jagers, voet afdrukken. Vind de Wenya-jager. Hou rechtstik ingedrukt om de jagersoog te gebruiken. Alright, en dan zien we al gelijk voetstappen. Hij is hier naartoe gegaan. Toen is hij hier naar boven gegaan. Toen is hij hier naar boven gegaan. Zo easy dit, jongen. Oh, de kou overleven. De woestenij van het noorden is koud en onherbergzaam. Met je huidige kleding duurt het niet lang voordat je doodvriest.
Als je wilt overleven moet je kampvuur stoken om het warm te krijgen en op zoek te gaan naar materiaal waarmee je betere kleding maakt in het menu maken. Wat? Koud. Oh ja, shit. Ik heb het nu echt fucking koud, inderdaad. Ja, Baloo kan er wel tegen. Die heeft een fucking dikke vacht. Waar is hij nu binnen gegaan? Kan jij ook naar binnen, Baloo, of niet? Shit, Baloo kan niet naar binnen. Oh, Baloo kan wel naar binnen, laten. Ik hoor hier een beest ademen. Jullie hoort waarschijnlijk ook. Ik vind het maar niks, dames en heren. Wat is hier allemaal gebeurd? Wat is... Oh, jezus, Baloo, ik ben dood voor jou. Oh, mijn god. Baloo, val hem aan! Hoeveel klap heeft dat beest nodig? Oh mijn god. Kom op, Baloo, pak hem! Baloo, je blokkeert de weg. Lekker, goed gedaan, Baloo. We hebben hem weggejaagd. Ah, nou, hij komt er terug. Yes! Yes! Goed gedaan, Baloo. Nou, kom even hier naartoe. Baloo, je bent echt een beest, maat. Echt waar. Ik moet ze wel vervillen, want daar krijg ik gewoon echt belangrijke shit voor. Hier, een holenleeuw. Vlees. Dierenvel. Nog een holenleeuw, zo kan ik die niet temmen dan. En neem jij er ook maar een hapje van, Baloo. Je hebt het echt goed gedaan, maat. Echt waar. Oké, nou, let's go. Nu moeten we doen wat we eigenlijk moesten doen. Dat we die Wenya-jager vinden. Hij is hier geweest. Hij heeft hier geslapen. Dat weet ik bijna zeker. Nou, toen is hij hier naartoe gegaan. Toen is hij hier gaan twijfelen wat hij ging doen, denk ik. Ja, hij kan ook hier naartoe gegaan zijn, gast. Ik weet het echt niet. Waar is deze guy? Hier heeft hij ook geslapen. Hier heeft hij ook dingen gedaan. Is dat zijn tas nog? Jezus, ik hou totaal niet van grotten. En zijn voetstappen gaan hier naartoe. Oh, wacht. Dan moeten we hier weer omhoog, Baloo. Zo, blijf maar daar. Ik hoor hem. Hier is die, dames en heren. Genees me. Geef de genezende planten aan de jager. Bedankt. Geen dank, jongen. Meer tijgers dichtbij. Kijk uit. Yep, he's dead. He's dead. Alright, holy shit. Dames en heren, ik hou super erg van die beesten. Ik vind ze zo mooi, die leeuwen. Maar ja, voor de missie moet het gewoon. Dood de beesten in de grot. Fuck, kom maar. Dat is een sabeltandtijger. Oh mijn god. Oh, zo'n sabeltandtijger is zo sterk, dames en heren. Is niet normaal. Door. Jezus, zo'n sabeltandtijger. Hij is dood. Baloo heeft hem weer gekild. Zal dat echt vullen? Oh mijn god, wat is zo'n beest sterk. Hij is zo'n sabeltandtijger. Dat is echt niet normaal. Holy fucking shit. Katen. Bedankt, broeder. Geen dank. Ben jij hier? Ik keer later terug. Alright, de beningengrot voltooid. Baloo, ik zie dat jij vlees nodig hebt en je verdient het, jongen. Je hebt weer zo goed gestreden. En dames en heren, ik vind het wel een beetje jammer dat deze grot zo donker is. Want daardoor zie je het waarschijnlijk ook wat minder goed op de,
op de beelden, in de video. Dat weet ik nu nog niet, omdat ik nu nog niet geëdit heb. Maar waarschijnlijk kan je het wat minder goed zien. Dat is wel een beetje jammer. Oh shit, hier is weer de kou. Hier is weer fucking veel kou. Ja, shit. Wallo, ik moet even snel op jou zitten. Want we moeten hier vandoor, gast. Hier is het fucking koud. Oh, hierboven is nog wat. Wenja, event, reddingsactie, dood, de inringsretter, gevangen genomen, Wenja. Oh. Kut. Ga eens naar... Fuck. Ja, waarschijnlijk gaat die Wenja nu weer dood. Want wij komen hier niet naar boven. Ja, ik ga weer dood waarschijnlijk, dames en heren. Ik ga 100% dood. Fuck! Nekkabaloo! Oh, er zit ook nog eens die Udam achter ons aan. Oh mijn god. Oh, Baloo gaat nu achter de sabeltandtijger aan. Wachten jullie maar. Boom. Ik heb fucking boom. Allebei dood. En ik weet niet waar Baloo nu is. Maar we zijn weer aangevallen door sab... There you go, bitch. There you fucking go, bitch. Oh, Baloo is helemaal daar. En ik ga bijna dood door de kou, jongens. Ik raak helemaal onderkoeld. Kijk maar naar linksboven, naar mijn balkje. Heb je hem gekild, Baloo? Heb je hem gekild? Heb je wraak genomen op die motherfucker? Tushy. Hier, Tushy. Maar wij gaan er wel snel vandoor, Baloo, want wij overleven het hier niet. Dus kom. Let's go. We gaan hier weg. Even snel reizen, denk ik. Ja, dat is eigenlijk best wel cheaten. Als je gewoon bijna dood gaat door de kou, reis je gewoon snel weg. LWN beestenjacht. Oh, dat is moeilijk. Oké, nee, laten we dat dan maar even niet doen. Even kijken. Ik denk dat we nog eventjes veroveren dit fort. Ah, die is best wel makkelijk. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan alvast hier naartoe. En dan gaan we in de volgende episode gaan we die gozer waar ik net eventjes overheen scrolde, die kale man, gaan we in de volgende episode dan terugbrengen naar ons dorp. Dus in eerste instantie gaan we nu even snel reizen. Upskay, here we are. Gaan we eventjes resources bijvullen. Kijk, voorraad, beloningen. Dat. Oh, ik krijg helemaal niks. Hey, vuursteen. Nice. Nee, ik zit waarschijnlijk al helemaal vol of zo, denk ik dan maar. Zonnesteen. Nice. Alright. Ja, ik zat al helemaal vol. Dan hier nog een buitzak verder. Doorzoeken. Kijk, er komt ook nog dingen. Er komen ook nog dingen uit. En dan zijn we nu dus hier. Dit is een kamp die ik heb veroverd. Ik weet nog wel dat er toen hier iemand vast zat. Of dat hier een wolf... Ja, hier staat een wolf in dit hok. Oh. Nou, dat wolf... Dat hek is nu open. Dus, maar ja, de wolf was er al uit. Alright. Nou, in ieder geval... Baloo. Ah, ik weet wat ik ga doen. Wacht eens even. Ik ga nu even kijken of ik die grote boog kan maken. Nee. Cederhout nog 4 nodig. Zwartsteen. Ik weet niet waar je zwartsteen kan halen. En klei. En verder. Dit ding kunnen we... Dit ding kunnen we wel maken. De dubbelhandige knots. Winterkleding. Oh shit. Huid van een wolf hebben we nodig voor winterkleding. Nu, je koumeter is na 4 minuten leeg. Verbetering. Je koumeter is na 10 minuten leeg. Ah, oké, maar we gaan eerst die dubbelhandige knots maken, dames en heren. Holy fucking shit. Oké, van wapen wisselen. Je hebt een nieuw wapen ontgrendeld. Je kunt veel wapens van hetzelfde type ontgrendelen in het menu maken. Oké, als je wilt schakelen tussen wapens van hetzelfde type, ga je door LB ingedrukt houden naar de wapencirkel. Selecteer een wapen en druk op pijltje naar links of pijltje naar rechts om te schakelen tussen wapens van hetzelfde type. Alrighty.
En deze wil ik wel even testen natuurlijk. Holy fucking shit. Check deze. Check dit ding, gast. Oh mijn god. Ik wil even weten welke sterker is. Als het goed is, kan je dat wel zien, toch? Hoeveel schade het ene wapen doet. Ja, kijk. Dit wapen doet nu 5 schade, duurzaamheid 5, expertise 1. Alright? En dan gaan we nu naar deze. Deze gebruik ik nu. Een sterke knots van keiharde botten. En kan je me dan ook vertellen hoeveel damage je doet? Ah ja, deze gebruiken wij nu. Schade 4, duurzaamheid 4 en expertise 5. Die we nu hebben heeft expertise 1. Ik weet niet wat expertise is. Als jullie kijkers het weten, laat het maar weten in de reacties. Maar voor nu gaan we deze episode afsluiten. We hebben dus een nieuwe knots. We hebben een Wenya bevrijd uit een grot. En verder ben ik natuurlijk weer met Baloo heel veel op pad geweest. Hebben nog dingen verbeterd, hutten gebouwd. In ieder geval, beste kijkers, wel allemaal weer heel erg bedankt voor het kijken naar deze episode. Vond je me nou tof, doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Volg me op Instagram en Twitter. Links daarvan staan in de beschrijving. Join mijn GTA 5 crew. Ook een linkje daarvan staat ook in de beschrijving. Wil ik nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En check jullie in de volgende video. Laters!